De gemeente Rotterdam heeft na Amsterdam nu ook haar excuses aangeboden voor haar betrokkenheid bij het slavernijverleden. Het slavernijverleden van Nederland heeft direct invloed op Suriname, omdat wij kolonie van Nederland zijn geweest. De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abu Taleb, heeft bij de herdenking van Wereldmensenrechtendag zijn excuses aangeboden. Hij zei dat door de koloniale handel Rotterdam uitgroeide tot de grootste haven van Nederland. Abu Taleb gelooft dat er ooit een landelijk excuus zal komen voor het slavernijverleden van Nederland. Ooit zal er een landelijk excuus komen voor het koloniale en slavernijverleden van Nederland. Voor de keerzijde van de Gouden Eeuw. U weet, ik heb er jaren geleden voor gepleit. Maar er is helaas in ons landsbestuur nog steeds onvoldoende draagvlak om de excuses te maken. Ik zeg op mijn buurt, het is jammer, maar het is een kwestie van tijd. Het gaat daarvan komen. Ook daar zal de wijsheid een keer toeslaan. En er is vooralsnog geen teken dat de excuses vooraanstaande zijn, maar hou het in de gaten. Abu Taleb, die namens het college van burgemeesters en wetgevers zijn excuses heeft aangeboden, hoopt dat een volgend kabinet de stap zal zetten voor landelijke excuses. Hij geeft aan dat de excuses meer moeten zijn dan slechts het start zijn van een helend proces. Maar ook een moment van versterking van onze mooie internationale samenleving. Dat iedereen daarin zijn eigen rol opnieuw hervindt. Herdefinieert. De persoonlijke verhalen en ervaringen van Rotterdammers hebben ons allen geraakt. En bijgebracht dat het niet alleen een verleden van slachtofferschap is, maar ook een over strijd voor zelfbeschikking. En vooral ook eentje van gelijkheid en gelijkwaardigheid. Abu Taleb benadrukt dat Rotterdam haar ogen niet langer sluit voor betrokkenheid bij slavernij en kolonialisme.